2-2. Dat zal zeker naar de tweede helft voelen als twee onnodig verloren punten. Ja, absoluut. Alleen de eerste helft doe je het ook echt helemaal zelf. Speel je echt schandalig slecht. En je wordt gewoon afgetroefd op inzet. En dat mag gewoon echt niet gebeuren. Gebeurt jullie nooit? Nee, dat gebeurt ons echt nooit. En vandaag dan moeten we ons wel echt kwalijk nemen. Tweede helft vecht je terug, maak je 2-2. Ja, en ik denk op het eind zit er niet meer in. Het gekke is, de eerste helft die twee goals vallen. Maar er zijn nog 2-3 kansen voor AFC. Normaal gesproken geven jullie heel weinig kansen weg. Ik denk de 5 wedstrijden hiervoor minder dan in deze eerste helft. Wat is dat dan? Alleen die strijd? Ja, ik denk wel op inzet. Ik denk iedere tweede bal was voor AFC. Ieder duel was voor AFC. En dan merk je gewoon dat je gewoon te slap in de wedstrijd zit. En dan vecht je er schijnbaar niet zomaar in. En wat je zegt, als we 3 of 4-0 achter kunnen komen eerste helft, dan hebben we ook niks te zeggen. Dus uiteindelijk moet je kunnen leven met 2-2 dan. Hoe staan we in de rust? Ja, dan wordt er wel wat gescholden en gedaan. Maar... Alleen door de trainer of ook onderling? Nee, ook wel onderling. Jij ook wel, hè? Ja, kan ik ook wel. Conclusie? Vandaag een terecht gelijk spel, maar je verliest gewoon 2 punten. 2 minuten voor tijd bij TEC tegen Kozakkenboys 1-1, echt waar? Ja, dan zie je het maar weer. Voetbal blijft gek.